En het is nu wel echt overduidelijk dat deze man toch niet weet hoe dat deze game legit werkt. Oké, even Thomas, sorry. En leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. Ik dacht, ik ga weer eens iets anders doen. Dan Kingdom 2. Kingdom 2 was net open. Het was een redelijke hype. Het werd goed bekeken. Jullie vonden het leuk. En had ik ook dus veel Kingdom video's geüpload. Maar ik dacht, het is weer even tijd voor een normale game video. En vandaag is het CSGO. Maar geen competitief. Maar jullie zien het al aan de titel. Vandaag doen we Overwatch. Waarom laat ik Overwatch aan jullie zien? Ik vind het leuk om Overwatch te bekijken. En het is wat anders dan competitive. En competitive kan je op veel. Kan eigenlijk zo goed als iedereen doen. En Overwatch kan niet iedereen, want daar moet je ongeveer 150 wins voor hebben. En niet te veel bans. Maar ik heb dus ook sinds gehoord Overwatch. Dus laten we even kijken of we een paar hackertjes tegen gaan komen. Oké, het was te verwachten, maar het is Dust 2. Dust 2 is natuurlijk de bekendste map. En het wordt ook het vaakst gespeeld. Dus ik denk ook wel dat hier de meeste kans is dat er een hacker tegen gaat komen. En ook kan je vaak zien als iemand dure skins heeft of een knife of zo, dan hackt hij waarschijnlijk niet. Omdat hij zelf weet, als ik geband word, dan ben je al je spullen kwijt. Maar we zitten hier dus in ronde 10. Onze verdachte staat 10 om 5. Dat is nou, een redelijke score, een redelijk normale score. Ja, die had hij gewoon gezien. Was het nu een pre-fire? Het leek een heel klein beetje op een pre-fire. Maar nu kunnen we nog niet uitsluiten dat deze man gebruik maakt van wallhacks. Dus we gaan even verder kijken. Hij probeert door de smoke in te schieten, maar hij killt niemand. Hij pre-fired niet echt, behalve als hij natuurlijk voetstappen hoort. Dus ik denk dat we iemand hebben gevonden die gewoon normaal legit speelt. En ja, hij heeft wel niet de duurste skins, maar ja, niet iedereen geeft geld uit aan pixels natuurlijk. Nou, dit is ze weer. Hier schoot hij wel door de smoke, maar hij raakte hem niet. Nee, hij raakte hem alsnog niet. Ik denk dat we hier gewoon te maken hebben met iemand die legit speelt. Waarom hij gereport is? I don't know, hij staat gewoon tweede van het team. Hij heeft een gewoon normale score. Ja, die hoorde hij gewoon. Ja, die hoorde die aankomen en alsnog was hij gewoon niet voorbereid en liep hij met zijn knife erin. Benieuwd of er een pre-fire gaat komen. Dat leek toch een klein beetje op een pre-fire. Ja. Het lijkt toch wel of hij aan het pre-fire is met de AWP. Met de M4 niet zozeer, maar met de AWP. Oké, nu ga ik toch een beetje mijn besluit terugtrekken van dat hij geen Wallex heeft. Nu is mijn vermoeden dat hij toch gebruik maakt van Wallex. Puur omdat hij hij pre-fired. Hij had een AWP-schot door de deur. Kan ook een lucky shot zijn. Maar ja, ik weet nog niet. Hè. Zijn pre-fires waren wel zeer accuraat. En er zijn natuurlijk mensen met heel hoog reactievermogen. Een short kan hij niet weten en hij gaat gewoon meteen pre-firen. Ik denk dat deze man toch een beetje gebruik maakt van zijn hackies. Want normaal zou je dit niet doen. Normaal als je weet dat hij daar kan zitten, zou je dit niet doen. En alsnog een pre-fire. Of deze man probeert het in het begin te verbergen. Of hij heeft het nadien aangezet. Want in het begin helemaal niks mis mee. Ja, kijk dit dan. What the fuck was dat dan? Gewoon meteen op die spot. Oké, dit is een spot waar vaak iemand zit. Maar er kan ook iemand achter de trap zitten. En je gaat niet meteen echt pre-firen. Want stel je zou er niet gezeten hebben. Zou je gewoon jezelf verraden hebben door te schieten. Eens kijken of hij dit nog gaat doen. En again. Het laatste schot was ook nog een pre-fire. Hij heeft geen aim assistance. Oké, en hier onderbreek ik de video even, want ik ging even het laatste schot van hem even vertraagd afspelen. En dan zag ik toch wel een klein beetje iets van aim hacks. Dus als ik deze beslissing opnieuw zou moeten nemen, zou ik toch gaan voor aim hacks. Ik laat nu jullie even vertraagd zien, zodat jullie even mee kunnen kijken. Laat zeker even jouw mening achter in de reacties beneden. En veel plezier met het kijken van de rest van de video. Vision assist. Er zijn meer mensen die dit bekijken, dus als mensen zeggen van
Nee, hetgeen Walex. Als de meerderheid nu zegt van hetgeen Walex, dan wordt hij waarschijnlijk ook niet geband. Maar als de meerderheid zegt van ik vond het ook dat het Walex was, wordt hij wel geband. Dit is mijn besluit. Als jullie iets anders denken, laat het dan even achter in de reacties. Als jullie vonden dat hem niet aan het hacken was, laat het dan even weten in de reacties beneden. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij de tweede Overwatch. We zitten weer al op de map Dust. En we zitten in ronde 13. Onze verdachte staat 26 om 8. Wat een behoorlijke score is. We gaan kijken wat deze man... Prefire. Dus ik tot nu toe Walhex. Prefire. Tot nu toe Walhex. En Prefire. Jongens, hier moet ik eigenlijk al niet veel van zeggen. Na 3 kills, na een paar seconden heb ik het gewoon al door dat deze man prefired. Dat is ongelooflijk. Ik bedoel dat deze man wel lijkt. Prefire kan, maar zo vaak? Nah. Zijn headshot percentage is ook 58. Wat wil zeggen dat hij eigenlijk meer dan de helft van de kills een headshot haalt. Dat is behoorlijk hoog. In ieder geval, ik doe het hem niet na. Ja, die hoorde die gewoon en hij haalt een headshot. We weten nu zeker dat die man, we weten eigenlijk zo goed als zeker dat hij zijn man Walex gebruikt. Maar dan moeten we ook nog kijken of hij gaat grieven, of hij Amex heeft. Ja, want ja, natuurlijk moet je daar ook op letten en niet van, oké, hij heeft Walex, ik heb het nu gezien. Want misschien doet hij nog meer dingen verkeerd, wat ook niet toegestaan is in deze game. Ja, daar gooit hij echt een super slechte, die was gewoon super slecht gegooid. Hij gaat nu een smoke gooien, die gooit hij dan wel weer redelijk goed. En die had hij kunnen horen en hier gaat het helemaal fout. Ja, dat is kut. Oké, je zit er nu op T-side en het is een pistol round. En in een pistol round kan hij eigenlijk heel goed zien of hij Amex heeft. En ja, hij heeft nu ook een deagle. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan gaat bakken. Ik denk niet dat deze man gebruik maakt van Amex, anders had hij ze wel al gehad. Ja, kijk. Ja, dat was weer omdat hij Walex had, dat hij dat wist. De twee is eentje mid, eentje is short. Short weet hij. En kan hij ook zien aan de kogels natuurlijk. Nu komen ze allebei... Wow, wat? Of deze man gebruikt wel aimhex. Want die man had ineens een flik van hier tot Tokio. We gaan nog even kijken of deze man nog meer van deze rare flicks heeft in deze rondes. Want ja, Walex ben ik zeker van, maar Aimhex ben ik nog niet helemaal zeker van. Het kan zijn dat hij gewoon een flik hebt en dat hij gewoon toevallig recht op zijn hoofd zit. Maar ja, je weet het niet. Ja, dat is gewoon een normale spot om te kijken. Daar is niet echt iets heel verkeerd mee. Die had hij gehoord. Die hoorde die naar beneden springen. Ja, en die is ook al gespot. Ja, deze man heeft ook Amex. Het is ongelooflijk, maar deze man doet het gewoon. Ja, oké, dat was eigenlijk het beslissende shot. Dat deze man ook gebruik maakt van aimhackies. En het is nu wel echt overduidelijk dat deze man toch niet weet hoe dat deze game legit werkt. Zielig. Ja, daar ging je bijna dood. En weer met zijn Amex even naar het hoofdje richten. En wat gaat hij nu doen? Hij gooit de smoke. Gaat hij door de smoke schieten? Hij schiet. Probeert een beetje random te schieten van. Zo valt het vast niet op. Maar ik heb het al lang gezien, jongen. Ik heb het gewoon al lang gezien. Deze man. En weer met zijn Amex gaat hij weer gebruik maken ervan. Oké, we gaan kijken wat deze man nu van plan is. Wow, what the fuck was dat dan voor flik? Doet weer opnieuw die prefire. Hij is slim. Hij probeert het te verbergen door niet recht op hem af te kijken. Maar hij is dan toch zo dom om te gaan prefiren. Jongen, doe dat dan niet. Als je het wil verbergen, doe dat niet aan prefiren. Ja, kijk die aimhex, jongens. Hij weet dat ze achter de deuren zitten. Maar hij wil zijn Walex natuurlijk verbergen, dus gaat hij niet door de deur in schieten, want anders valt het te hard op natuurlijk. En ja, nu moet ik de beslissing gaan nemen. En ik ben zeker over mijn beslissing. Ik vind dat hij Amex had, hebben jullie waarschijnlijk ook zeer duidelijk kunnen zien. En natuurlijk, Walex was al bij de eerste 3 schoten al te zien. En voor de rest hij had geen bunnyhop scripts of zo. In ieder geval, dat heeft hij toch niet laten zien. En hij heeft ook niet gegriefd. En ja, dan is eigenlijk dit mijn besluit.
En laten we ook hierbij achter wat jullie vonden. Vonden jullie dat die geen Wallax had? Dat het gewoon pure Lucky Purifiers waren? Kan je het even achterlaten in de reacties beneden. Maar ik ga voor dit stemmen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste CSGO Overwatch. En ik heb nu 2 Overwatches gedaan. En willen jullie dat ik er nu 3 doe, dus dat de video iets langer wordt? Kan je het achterlaten in de reacties beneden. Waarschijnlijk duurt het dan iets langer voordat er een nieuwe Overwatch komt. Omdat het dan net iets meer tijd kost. Weten jullie natuurlijk ook wel. Of willen jullie gewoon 2 Overwatches. En dat er dan vaker een Overwatch video komt. Laat het even weten in de reacties beneden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil jullie bedanken voor alle support. En dan zie ik jullie later.